Boom, trek, knie, duw, stoot, kom op. Yes, dat is goed, maar gaan we wel werken. Hoe ik Hamza nu zie trainen, maakt hij dergelijk zeker wel een kans. En ik denk dat hij de partij overwinnend kan afsluiten. Saenchai is een lastig vechter, komt altijd met rare fratsen. Hij heeft aparte traptechnieken. Ik ben bekend in de Thaise wereld. Ik ken alle Thaise vechters. Saenchai is een van de beste vechters. Hij wordt zeker op de top. Saenchai is sowieso een hele goede vechter. Die heeft nog nooit verloren. Die heeft iets van 300 wedstrijden weg. En Hamza is de nieuwe talent. En die is tot nu toe onverslagen. En ik denk dat hij op dit moment het enige is die hem kan stoppen. Als hij wint, dan gaat de wereld voor hem open. Ik denk dat hij in het buitenland veel gevraagd zal worden. Zijn trainer Moosep Amrani, wat ik een van de grootste vechters vind, die heeft dat ooit meegemaakt met Anouad. Hij was een super grote vechter, een bekende vechter. Moosep was de underdog, die won toen der tijd en die kon overal in de wereld aan de bak. En ik denk dat dat Hamza Soesie ook staat te wachten. Dus. Nou, Hamza vecht 8 augustus in Marokko, in Tanger, Fight League. Die dag ga ik laten zien wie de beste vechter is. Ja, komt uit Amsterdam, Amsterdam-Zuid, mis het niet, heus.